Je elleboog. Geef je mij nou gewoon een elleboog. Dus je fixt eerst mijn neus. En dan krijg ik een Rico Verhoeven op mijn gezicht. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Oh, ik heb een beetje apart geslapen. Ik denk wel goed. Ik voel me niet in mijn oren. Even omdraaien, want we staan zo in het licht. Zo. In het kader van zijn wij beter te zien. Beter. Goedemorgen. We gaan er tegenaan vandaag. Wat ga je doen? Ik ga werken. Jessie, nee. Hij luistert. Oh ja, jij gaat werken. Ja. Mooi vlecht, leuk shirt, toffe broek, leuke schoenen, leuke hanger. Ziet er weer leuk uit. Top! Hartstikke goed. Jessie en ik gaan naar Tilburg, want ik ga naar schoonheidsspecialist. Hé, hey. Ja, dat kan gewoon. Hair and care, care and hair. Oké, die gaan we zo meteen even overdoen. Ik weet even toevallig gewoon niet. Maar de schoonheidssalon, daar zijn we vorig jaar ook geweest met de moederdag. Toen zat ze nog bij opa en oma in huis, maar nu heeft ze haar eigen pand. Ze is uitgebreid, ze is groter, ze is mooier. En ze zit in een eigen pand, een super tof winkel. Dus daar ga ik vandaag mijn gezicht onder handen laten nemen. En René die gaat heel druk aan het werk. Zal ik even zijn neus afdoen en dan moet ik echt gaan? Doe even zijn neus anders af voordat je gaat. Doe jij even... Stop! Doe jij even de honden? Oké. Okay. Hallo! Zijn haar wordt echt lang, kijk dan. Het is helemaal fluffy. Love you. Veel plezier. Love you, baby. U heeft uw bestemming bereikt, zoals mijn navigatie dat zo mooi zegt. Ik heb geen idee. Ik loop hier maar een erf op. We zijn bij Care & Hair Salon in Riel. En ja. Het is de bedoeling dat dit gefixt wordt. Dus ga gewoon naar binnen. Hallo! Hi. Ruikt al gelijk heel lekker, hè? Hi. Hey! Hi. Hoe is het? Goed, weet je wel? Goed. Gelukkig nieuwjaar nog. Beste wensen. Dankjewel. Hi. Ja, je bent hier nog helemaal niet geweest, hè? Nee. Ja. Welkom. Dank u. Ja. Tof, man. Leuk, hè? Zen muziekje. Helemaal anders. Heb jij een koffiezetapparaat van Tante Nel meegenomen? Ja. Ja. Oké, ik ga hier weg, maar ik neem wel jullie koffiezetapparaat mee. Ja. Ja, ik moest al koffie kunnen geven. Nou, doe maar een bakje dan. Ja, dat is helemaal goed. Lekker toch? Wij zijn mooi samen, hè? Familie. Hé, hey, is wel te zien, hè? Ja. Nou, Nienke, fix dit gezicht. Ja, hij gaat helemaal goed komen. Wat ga je doen? Gelaasbehandeling, reinigen, ja, diepte-reiniging. Diepte-reiniging, dat klinkt alle goed. Alle onzuiverheden weghalen. Ja, al die vieze, zwarte... Zie je dat? Zie je dat? Die zwarte putten gewoon. Meeeters. En, ja, meeeters. En dit. Want dit is nieuw. Dit is, ik weet niet waar dit weer vandaan komt, maar dit. Deze is lelijk. Ja, daar halen we weg. Gaat gewoon niet meer weg. We gaan ons best doen. En dit? Wat? Ik hoop dat het apparaat kapot. Ik schrik me kapot. En dit, heb ik me laten vertellen, is cuprose of zo? Kan dat? Ja. Kun je het ook weghalen? Nee. Oh, doe je ook botox? Nee, dat wil ik wel. Ja, dan ben ik de eerste, ja? Ja, dat is goed. Maar dan ga je dat doen? Als ik heel veel geld heb. Geld? Als jij heel vaak komt. Vloes. Wapperen met die barkies. Oké, dus daar moet ik nog even op wachten dan. Jammer. Ik wil mijn bovenlip namelijk een beetje... Ja, maar dat zou ik ook wel willen. Een beetje meer volume. Ja, toch? Ja. Misschien ook een familiekwaal. Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar zou ik wel mooi vinden. Oké, dus dieptepiel. Wenkbrauwen. En als we nog tijd over hebben, een knipseltje. Yes. Gaan we doen. Oké. Toppie. Top. Ziet er nu al goed uit. Ik lijk wel, een tulband. Ja. So now you're gonna do my face. Now put on the mask. Nou, we gaan nu reinigen. Oh yes. Beetje koud misschien. Oh, lekker is dat, hè? Fijn, hè? Iemand anders het doet ook. Als je dit bij jezelf doen ze doet, bij jou ook wel eens dan? Nee, helaas. Die vent van jou eens eventjes aan de gang zetten.
Als jij hem even appt. Nou ja, ik gebruik dus Scene van de Lidl. Ja. Maar dat doet echt helemaal geen kut. Nee. Piep. Piep. Ja. Nee, je kunt eigenlijk inderdaad gewoon het beste een crème gebruiken. Ik weet het niet meer. Een goede dag en nacht. Ja, een goede dag en nacht crème. En dat kan er dan? Omdat die plek al wat vetter is. En als je wat grovere poriën hebt, ja, dan kan er ook wat meer vuil in blijven hangen. Gadver, dat klinkt echt vies. Het is niet vies. Nee. Maar je moet dan gewoon goed reinigen. Dus goed de neuszone, hè, de T-zone. De T-zone? T-zone. Ja, dit is een gevoelige plek. Auw. En hoe reinig je dat dan? Je kunt dan met de reinigingsmelk kun je gezicht schoonmaken. Reinigingsmelk. En dan doe je dat op een watje of dan haal je het met een watje eraf. En dan moet je eigenlijk maar eens goed naar dat watje kijken. Hoeveel vuil er nog afkomt. Ook gewoon van over straat lopen, uitlaatgassen. Dat gaat allemaal op je huid zitten. Uitlaatgassen gaat in mijn huid zitten. Auw. Sorry. Oké. Het is een haartje op je neus. Ik ga het even weghalen. Het is niet warmer dan je eigen lichaam temperatuur is. Dan gaan we het zo eraf halen. Dan ben je sneller klaar als met epileren. Heb je nou niet het idee dat ik heel je wenkbrauw in de wax heb gezet? Het voelt heel vreemd inderdaad. Lief voor de huid. Heel lief. Auw. Wat was dat? Mijn nek opvoeg. Heel lief. Auw. Ja, elleboog. Geef je mij nou gewoon een elleboog. Dus je fixt eerst mijn neus. En dan krijg ik een Rico Verhoef op mijn gezicht. Wauw. Oh, wat erg. We gaan het aftrekken. Even weg, ja. Even een nieuw spateltje. Dan ga ik hem eventjes los trekken. En dan trek ik hem in één keer eraf. Auw. Mag ik wel lachen? Auw. De ergste bewaren voor het laatst. Ah. Tering. Ik ben er aan het sparen voor nieuw haar. Maar voordat het zover is, heb ik besloten dat het er maar weer afgaat. Het is gewoon dun. En ik kan er gewoon bijna niks mee. En aangezien Nienke alles kan, gaat het er maar weer af. Maar het was heel mooi. Nou, en ik zag dat 2020 is gewoon weer kort trendy. Dus Nienke, work your magic, zou ik zeggen. Lang. Ik heb nu al spijt. Echt? Nee, doe maar niet. Laat de rest maar gewoon lang. Ja, laat Ik ben helemaal klaar. Ja. Hij is knap. Hij was al knap, maar nu nog knapper. Ah, alsjeblieft. Dankjewel. Ik ga naar huis. Ik ga die kleine weer ophalen. En ik ga je laten weten hoe die de scrub is. En wat René ervan vindt. En dan de volgende keer neem ik René mee. Ja, dan leuk. Dan komen we terug. Gezellig. Werk ze nog. Dank je. Fijne dag. Wij gaan lekker naar huis. En doe voorzichtig. Dat sowieso. En doe de groetjes, hè. Ik ben niet meer zo scheurneus als vroeger. Nee, precies. Ja, ik doe de groetjes. En dankjewel. Is goed. Doeg. Doei. Ga ik wel de goede kant op? Nee, ik ga niet de goede kant op. Zegt ook niks. Ik moet die kant op. Ik moet de andere kant op. Ja, ja, we zijn er weer. Ah. Zijn jullie ook zo klaar voor de zomer? Beetje donker hier, hè? Hi. Hallo, waar is hier? Geef deze maar een oma. Oh-oh. Geef die maar een oma. Oh-oh. Geef maar een oma. Say what? Ik snap niet wat je bedoelt. Die is voor oma. Oh jee toch. Is die voor oma? Is die voor oma? Kijk Jessie. Och wat lief. Kijk dan bij Nienke kan oma naartoe. Dank je wel. Ah. Ons omdat je altijd zo oppast. Dank je wel René ook jij. Ai boebie. Hoi, hoi. Hoi. We zijn weer thuis. Ja. En ik ben moe. Ben jij moe? Nou, maar ik, ja. Door die gezichtbehandeling denk ik. Echt zo'n... Zen.
een beetje zwaar gevoel in mijn ogen. Nou, echt goed gedaan. Ja, ik heb een cadeautje voor jou. Cadeautje voor mij? Ja. Oh? Toch wel, hè, Poppy? Hij moet naar voren. Oh. Ik heb nou mijn muts. Ben je blij mee? Ja. Dat is leuk. Ben ik fris en fruitig. Ja. En ik heb een cadeautje voor jou. Wat? Voor mij? Was dat niet mijn cadeautje? Ik ben toch jouw cadeautje? Altijd jouw cadeautje. Dit is voor jou. Het is een script. Oh, lekker. Plantaardig, zit geen zooi in, alleen maar natuurlijke producten en is niet op dieren getest. Oké. Okay. Yes! Mijn oorbellen zijn binnen. En als het goed is ook nog een kettingje. Ik ben zo benieuwd. Ik zag het een paar keer voorbij komen op Facebook en Insta. Het heette By Nook. En dan zag ik zulke gave oorbelletjes. En toen dacht ik van, daar wil ik het even gaan kopen. En ze zijn eindelijk binnen. We gaan eens even kijken. Fucking good. Helaas kon ze hele naam er niet op, dus ik heb een afkorting genomen. Jazz. Kom. Hé, ik zie wat nieuwe bling bling. I love it. Kikken, hè? Helemaal kik. Nee, je moet even terug. Cool. Heel mooi. Cool, hè? Ja. En nog deze. Ze hadden helaas te weinig letters om Jessie's hele naam te doen. Jessie Silver. Dus toen heb ik er Jazz van gemaakt. Heel gaaf. Nice. Heb je de puppy? Daar is niet over nagedacht. Hé, lampjes kapot. Die zit er net in. Dat is een led. Kan niet. Het spookt in huis. Nee, dat komt omdat het geen led dimmer is. En nu is die nou kapot. Heb je hem kapot gemaakt? Het lampje wel. Ja. Nou, ik heb een hele lekkere zachte gelaat. Ja, lekker zacht. En dit puntje, dat moeten we heel even afwachten, zei Nienke. Ja. Of dat het dus nog weg, of ja, in hoeverre dat weggaat. Ja. Oké. Kom goed, schatje. En ik ben helemaal blij met mijn oorbellen. Ja, snap ik. En mijn kettingje. Super tof. Echt heel gaaf. Echt leuk. En mama die bedankt jou voor ook het cadeautje. Heb ik al doorgekregen. Oh, heeft ze wel doorgekregen. Nou, super tof. Hartstikke leuk. Dus nou ja, en nu gaan we lekker douchen. Dus we gaan afscheid nemen van jullie weer voor deze vlog van vandaag. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog! Duimpje omhoog! Belletje aanzetten! Heel graag! En dan zien we jou bij de volgende vlog! Ciao! I just wanna see where your love can take me.